Met het decreet lokaal bestuur dat in 2019 in werking trad, werden er heel wat impulsen gegeven aan de gemeentebesturen om een participatiebeleid op maat van hun gemeente uit te tekenen. Ook de werking van de gemeentelijke adviesraden, een van de eerste middelen tot rechtstreekse inspraak op het beleid, kunnen herbekeken worden binnen de participatienoden en mogelijkheden anno 2020. Perfecte timing dus voor het Plattelandcentrum Meetjesland om hier binnen het project Dorp Dynamiek mee aan de slag te gaan. In eerste instantie hebben we heel wat informatie verzameld en zijn we ook het gesprek aangegaan met een aantal experten op vlak van dorpen, adviesraad, politieke participatie. Om te gaan nadenken wat eigenlijk de toekomstige rollen van de adviesraad binnen dat breder participatiebeleid zouden kunnen zijn. En op basis daarvan, van die gesprekken, heb ik een soort van stappenplan ontwikkeld om samen met die adviesraad te gaan nadenken over een breder participatiebeleid en eigenlijk hun toekomstige rollen daarbinnen. Het Plattelandcentrum werkte dit globale stappenplan uit in een aantal praktische en dynamische werksessies, zodat deze uitgetest kon worden in twee gemeentes in het Meetjesland, namelijk in Sint-Laurens en Evergem. Waarom zijn wij ingestapt? Voor ons was het eigenlijk heel interessant en de perfecte timing van dit traject, omdat wij zelf ook voorzien hadden om in de loop van deze legislatuur een keer te gaan kijken naar de verschillende adviesraden. Of dat vandaag nog altijd even relevant is, die manier van werken. Wel, we hebben gemerkt dat er toch wel vrij veel respons was op die oproep vanuit de Dorp Dynamiek bij onze raden. En het is de bedoeling om dit samen met een externe partner verder uit te werken, nu in 2021. En om te kijken eind 2021 dan wat dat we concreet kunnen aanpassen, wel of niet. Als sportraad proberen we ons regelmatig in vraag te stellen. Maar je kan dat niet blijven doen via interne impulsen. En ik had nood aan een externe impuls om weer vernieuwing in te brengen in de sportraad. Ik heb vooral in de live sessie ondervonden dat er grote nabijheid is voor de verschillende adviesraden. En ik hoop dat we in de nabije toekomst ook samen kunnen aan projecten werken in het belang van de Evergemnaar. En dan denk ik bijvoorbeeld aan het onthaal van de nieuwkomers in de gemeente. Wil je meer weten over het traject of wil je zelf aan de slag met het stappenplan? Neem dan zeker het starterspakket Adviesraden van Dorp Dynamiek door. Je kan ook steeds contact opnemen met het Plattelandcentrum Meetjesland.